Ik ga deze foto namaken. En dan over een uurtje hebben we lippenstift. Zijn we dan miljardair? Ja. Hallo lieve mensen. Het experiment voor deze week is dat ik een dag helemaal in het leven ga duiken van Kylie Jenner. Wat ze eet, wat ze doet, hoe ze foto's maakt, alles. Ik heb gegoogeld naar haar dagplanning en wat ze daarover zegt. Dus dat ga ik volgen, link in bio. Ik denk niet dat je in 2018 leeft als je niet van Kylie Jenner hebt gehoord. Kylie is laatst benoemd tot de jongste self-made bijna biljonair ter wereld. Dus een druk leven, ja, dat heeft ze wel. Precies hierom leek het me wel handig om een assistent te hebben, een PA. En daarom werk ik voor deze video samen met Google. De Google Assistent is namelijk nu ook in het Nederlands verkrijgbaar. Een superhandige app die ik heel erg vaak gebruik. Echt een PA, net als Kylie. Bijna. Ik ben er klaar voor. Ben jij er klaar voor, Google? Ik sta voor je klaar. Kan ik je ergens mee helpen? 7 uur. Meteen uit bed stappen. Let's go. Good morning. Oké, ik heb een kwartier om Instagram te checken. En een kwartier om mijn make-up te doen. Terwijl ze echt 15 miljoen producten gebruik. Gebruik? Jeetje, praten. Dat kan ik natuurlijk nooit. Dus ik ga wel een timer zetten op 15 minuten. En dan hoop ik dat ik ergens op uitkom. Stel een timer in op 15 minuten. Oké, 15 minuten. Hij start nu. Oké. Oké, dit moet het zijn. Ik ben niet ontevreden, moet ik zeggen. Alleen nu nog mijn haar. En ik heb geen idee wanneer ze dat dan nog weer doet. Zou dat ook binnen die 15 minuten zitten? Krijg jij me niet lukken niet. Oké, jongens. Dit wordt de look waarvoor we gaan. En voor het haarlookje. Hittespray, heel belangrijk voordat je gaat krullen. Deze is CO2 neutraal. En helemaal vegan en geen rare troep erin. Top tip. Ik doe even een amateur handschoentje aan, want ik brom altijd echt het lipblazer. Dus als ik mijn haren ga stylen of krullen of whatever. Ik ben daar gewoon niet zo goed in. Grove krullen. Ben ik al kei? Nee, want ik ben nog steeds arm. Oké, het zal niet lang blijven zitten, want ik heb geen prep gebruikt en geen haarlak en niks eigenlijk. Ik heb niet eens gestyled van tevoren. Dus ik laat het nog even afkoelen en uitkomen. En volgens mij ben ik dan soort van aardig op weg. Oh, ik vind het leven nu al zwaar. Laatste stap in het Kylie Jenner ochtendritueel is natuurlijk aankleden. Dit gebeurt allemaal binnen een half uur. Een half uur. Dat moet ook wel, want je bent natuurlijk een drukke zakenvrouw. Maar hoe dan? Ik red dat dus echt niet. Wat ze eigenlijk altijd aandoet is een bodysuit met een jeans en sneakers. Chill, chill. Ik heb 2 bodysuits. Deze. Met een staartje. Ik denk alleen niet dat Kylie een heel erg kattenfan is. Of in ieder geval, daar heb ik niks over gelezen. Dus ik ga denk ik voor deze. Oké, Maxi. Wat vind je van mijn look? Someone looks different. Ja? Ja. Vind je het pretty? I like it. Het is wel much. Much? Ja, dit is van die shit, dat zie je dan ook wel op Instagram dan. Van dan zo'n een van de Kardashians die dan zegt, just a casual look. En dan denk je van, bitch, daar doe ik 3 uur over. Ja, precies. Hoeveel uur meer daarmee bezig is. Dat is dit een beetje. Ja? Ja. Casual Sunday. En ondertussen 4 uur bezig. Wat vind je van mijn casual Sunday look? Dit is niet echt een match nu. Jij moet wel even je game upsteppen. Check, ik heb een joggingbroek aan waarvan ik de pijp omhoog getrokken heb. Hoe hip-hop ben ik dan? True. Bijna Kanye. Of nee, met wie gaat ze? Ja, dan moet ik even halve slippers aan en dan ben ik... Travis Scott? Travis Scott, je weet zo niks. Hoe heet je ook weer? Travis Scott. Nou, dat zeg ik toch. Travis. Hi, I'm Travis Scott and Travis is little brother. Terwijl mijn vriend slash kok aan het koken is... Heeft die chick niet een privéchef van iemand te huren hiervoor? Ja, maar ik ben nog niet miljardair. Kylie houdt niet van ontbijt. Ze houdt wel van eten, niet van gezond eten.
Dus ontbijt is meestal met iets van hash browns of bacon of pannenkoeken. Zo, ik voelde mij geroepen. Max vond het zijn duty om daar iets mee te doen. Hey, Furby! Kylie Jenner is een gelukkig meisje. Ben jij ook een gelukkig meisje? Ik heb honger. Max, heb jij nog een mening over mevrouw Kylie? Nee, ik denk dat ik tot een maand wel wist van het bestaan, maar wel heel erg dacht dat is zo'n Kardashian, die is beroemd door te zitten en op foto's te staan. En ik heb toen vorige maand die hele toestand losging over dat zij de eerste self-made biljonair was als vrouw en zo en dat soort dingen, wel iets meer in verdiept. En ik moet zeggen, ik heb wel respect voor die mevrouw. Ja? Ja, ik heb wel het. Weet je, zij heeft natuurlijk een enorme gouden lepel gekregen in het leven. Mm-hmm. Maar ze heeft er ook wat mee gedaan. Maar dat. Ja. Ik denk dat zij fucking hard werkt. Ik denk dat zij precies weet wat ze wil, dat zij alle juiste stappen heeft genomen om daar maximaal uit te halen. En ik vind dat best wel, daar heb ik wel respect voor. Ze heeft gewoon azen uitgedeeld gekregen in haar kaarten en die heeft ze gespeeld. Ja. En hoe? Oké, what's next? Een kopje koffie. Oh. Een dubbele espresso staat op het menu. Daarmee wassen we de bananenpannenkoeken weg. Oh ja, werkt dat zo? Ja. Hmm. Oké, het is 10:00 en we gaan aan het werk. En Kylie staat natuurlijk vooral bekend om haar make-uplijn en haar lippenstiften die ze heeft uitgebracht. Dus dat gaan we vandaag zelf maken. Natuurlijke lippenstift. Daarvoor hebben we nodig cacaoboter, kokosolie, shea butter, shea butter en een blikje om het in te doen. En natuurlijk kleur. En kleur kan je ook weer uit natuurlijke stoffen halen. Bijvoorbeeld rode bietenpoeder om het rood te maken. Maar ook bijvoorbeeld kaneel of cacao. En ik ga denk ik vandaag voor de natuurlijke kleuren. Want, of de nude kleurtjes. Want daar staat zij natuurlijk ook wel heel erg bekend om, denk ik. Dus aan het werk! Theelepel cacao. Theelepel kokosolie. 2 theelepels shea butter. Smelt eens. Kan aan mij liggen. Hmm. En ik vind dat je lekker bezig bent. Wat gebeurt er? Ik kan me niet aan onttrekken dat ik niet meteen het gevoel heb dat als ik dit zo zie, dat we aan het einde van dit proces miljardair zijn. Niet? Nee. Oké, voor kleur ga ik kaneel gebruiken. Oké. Kan heel leuk zijn. Oké. Nou, dit gaan we in het potje doen. En dan in de koelkast. En dan over een uurtje hebben we lippenstift. Zijn we dan miljardair? Ja. Yay, money. Flappen. Oké. Het volgende op de agenda van Kylie is chillen met vrienden. Helemaal geen vrienden. Even kijken wat voor afspraken ik nog meer heb op de agenda. Wat voor afspraken heb ik vandaag? Je afspraak heet auto ophalen. Hij is vandaag om 3:00 middags en vindt plaats in het Kia hoofdkantoor. En hoe kom ik daar? Chill. Ja jongens, want net als iedere andere mega-influencer heb ik als Kylie natuurlijk een sponsordeal nodig. Welke accessoire op je Instagram-foto's is nou leuker dan een auto? Dus ja, ik moet ook een auto. Ik krijg ook een auto. Uiteraard, gaan we even doen. Gaan we ophalen. Hé Furbs, wat vind je ervan? Oké. Nou, onze Uber-driver heeft ons hier afgezet. We hebben eigenlijk net gewoon 15 minuten gelopen vanaf de trein. OV, yo! En zijn we in onze afspraak? Ja. Goeie Max, goeie, dank je. Hoppatee. Nou, en dan proberen niet Fanny dood te rijden die erachter staat. Nee. Oké, zie je later, grappie. Zou Kylie Jenner grappie zeggen? Ik denk het wel. Zou hij wel iemand die grappie zegt? Nou, Kylie gaat dus heel vaak naar de In-N-Out Burger in LA. Maar dat hebben we niet. Dus hier moeten we het met de Mackie doen. Mackie, yo. Bijna hetzelfde. Maar sowieso kom ik echt nooit bij de McDonald's. Ik ook maar niet. Okay. Ik ook niet. Tada! Normaal zou ik zo'n Chinese chicken salad eten, maar er was niet chicken hier. Dus ik heb patat in plaats van chicken. Dat laten we wel lezen. Het is niet zomaar. We maken wel grapjes, maar we komen echt nooit bij de McDonald's. Maar zo'n fucking drukke dag en we moeten duizend dingen doen en ik moet echt eten, nou, anders dan ga ik dood. Dus. Goed. Ik heb het even doorgeduwd bij hier. Mijn schuld. Ja. Google, is er file onderweg naar huis? Er is weinig
verkeer van je locatie naar je huis, dus het duurt ongeveer 23 minuten. Nice. En zie al hier de grote reveal van de lippenstift. Ik had er misschien iets meer kleur. Doe eens even rustig. Iets meer kleur in moeten doen. Maar ja, laten we zeggen dat hij mooi nude is. Zo nude. Zo nude dat je hem niet ziet. Het is wel lekker op je lippen trouwens. Lekker verzorgend. Ben ik nu Kylie? Ja, ik vind het wel. Waarom zitten we op de grond? Omdat ik echt best vaak op de grond zit. Kom maar naar huis met mij. Daar is een bank. Een hele bank. Zes man op. Acht. Het is 6 uur. Tijd voor avondeten. En daarover zegt Kylie. I love cooking these days. I like to make burgers. I also make spaghetti because my mom is obsessed with spaghetti. Wait. Did you just say mom spaghetti? Look. It's red. One shot. Okay. Anyway. It's the first thing I learned to cook. I love potatoes. I'll make all different kind of potatoes, like scalloped potatoes, mashed potatoes, candied jams. Kylie. Potatoes? You and I have got a thing in common. Like that ook een liedje voor hebben. Hey, one potato, two potato. Hey. Praat met Appie. Oké, laten we Albert Heijn erbij halen. Laten we dat doen. Hoi, Appie hier. Wat kan ik voor je doen? Heb je een recept voor een vegetarische lasagne? Nee, spaghetti. Nee, dingen. Ik zoek een vegetarische lasagne. Nee, spaghetti. God, doe ik het weer. Google, zoek een taalkursus. Lijkt vegetarische spaghetti bolognese. Wat zal ik alles op je lijst zetten? Of wil je gaan koken? Zet maar op mijn boodschappenlijst. Je hebt 11 artikelen op je lijst. Verder nog iets? Nope, thanks. Je hebt nu in totaal 1 smoothie. Oké, boodschappen gedaan? Ja, daar wil ik wel even over hebben. We doen natuurlijk nu ons best om te leven als... Je doet je best om te leven als Kylie Jenner. Ja. En we hebben boodschappen gedaan. Ja, dat werkt niet helemaal. We zijn op de voet naar de Albert Heijn boodschappen gaan doen om te leven als een miljardair uit L.A. We hadden ons personeel er met de auto op uit moeten sturen. Dat is hoe dat werkt. Voor die 300 meter inderdaad. Mensen zeggen dan wel I love cooking, dat vind ik al dubieus. Maar in ieder geval als je nog zelf gaat koken, ga je echt niet zelf te voet de ingrediënten halen. Nee, dat is wel lastig. Ik wil gaan koken. Stap 1. Voor deze stap heb je 1 kilogram stamppot aardappelen nodig. Oké. Okay. Laat me weten als je verder wilt met de volgende stap. Zal ik doen. Oh my god, I love cooking. Ik heb ook alle koolhydraten op aarde opgemaakt. Jullie hebben geen koolhydraten meer. Hier zijn ze. Namelijk volkoren spaghetti met bolognese saus, soort of. Ik heb 2 soorten aardappelen gemaakt. Wie eet er nou aardappelen met spaghetti? Maar oké, we hebben allemaal gewoon gemaakt. Dit is zoete aardappel met blauwe kaasachtig prutje. En mashed potato! Potato! Is Kylie Jenner de fat Kardashian? Nee! Oh. Ze is vet slank, maar ze eet gewoon alles. Ik denk dat ze gewoon overal 2 happen van eet of zo. Mm. Nou, ik hoop dat het lekker is. Het avondprogramma van mevrouw Jenner. Is butter a carb? Yes. Oké, we zijn hier in de slaapkamer. Dit is een raar shot, Max. Ja, maar jij zit alleen maar op je knieën. En we gaan nu een foto namaken van Kylie. Want ja, jeetje, je moet je Instagram feed wel on point houden. Dus ik ga deze foto namaken. Ik heb alleen geen witte badjas, dus het wordt een groene. En ik hoop dat ik die kan bewerken naar wit. This feels professional. Echt, hè? Fotoshoot. Update. We zijn ondertussen 3 kwartier bezig. Toen maar voor gekozen om dan maar... 0 foto's gemaakt. 0 foto's. Lichting is moeilijk. Het is best wel moeilijk om een professionele studiofoto te maken. Wat raar. Ja, gek hè? Ontdekkingen. Ja. Yes, you are a good model, yes. You just need a lot of work, you need a lot of training, you need a lot of coaching. But I think together we make beautiful magic, yes? Who are you? I'm Jean-Paul, I'm photographer. Nou, we hebben de foto. Het resultaat zie je op mijn Instagram. Dus check dat.
En beoordeel zelf wat je ervan vindt. Ik kwam alleen achter dat mijn scheiding aan de verkeerde kant zat. Want natuurlijk spiegelbeeld. Maar hè, je kunt niet alles hebben. Het is 12 uur. Tijd voor Kylie om naar bed te gaan. Maar niet voordat ik mijn hele haar, lijf, lichaam insmeer met kokosolie. Max, heb jij ergens gezien? Niet zo wel. Thanks, grappie. Ik denk dat ik het wel red. Oké, slaap lekker! Nou, dit was natuurlijk maar een greep uit haar dag. Want naast die cosmetica lijn heeft ze ook nog een kledinglijn. En wordt ze ook nog de hele tijd achterna gezeten met een camera voor Keeping Up With The Kardashians. En nog 15 reality series waar ze in speelt, volgens mij. Speelt in videoclips. Nou, weet ik veel allemaal. Heftig. Respect voor deze vrouw in ieder geval. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie van haar vinden. Wil je trouwens net zo'n geweldige PA, persoonlijke assistent, Google assistent in je leven? Download dan de app via de link in de videobeschrijving hieronder. Ik vind het persoonlijk echt heel chill. Ik gebruik het heel vaak. Scheelt tijd. Ik ben ook wel eens druk. Ja. Bedankt voor het kijken weer. Zie je volgende week. Doei!